Hallo, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het redelijk goed. Ik heb een beetje een wrang gevoel. Ik ga niet met YouTube stoppen. Dat is veel te leuk. Maar ik kan er wel even de rem op zetten. De reden is heel simpel. We hebben 2 weken geleden besloten om ons huis te verkopen en een nieuw huis te kopen ergens. Waar, dat weten we nog niet. Dus dat brengt heel veel tijd, rommel en van alles anders met zich mee. En daarom heb ik eigenlijk totaal geen tijd meer gehad voor een YouTube-filmpje te maken. Ik weet het eigenlijk ook niet goed wat ik direct ga maken. Ik had nog een aantal projectjes in gedachten voor hier in en rond het huis of het werkhuis. Maar aangezien ik dat ga verkopen, lijkt me dat nutteloos. Maar goed, dat is dat. Ik heb ook heel wat commissiewerk gedaan. Ik weet niet of jullie dat kennen, List Minute noemt dat. Zo'n website, kun je daar gaan inschrijven, kun je klusjes gaan doen bij de mensen thuis. Tot 5000 euro bruto. Dat je daar op een legale manier kunt verdienen. Maar het zijn allemaal zo dingen dat er eigenlijk hebben toe bijgedragen dat ik totaal geen tijd meer heb voor YouTube. Mijn nieuw huis, ik krijg ook een nieuw werkhuis. Ja, keigoed. 3, 4 keer zo groot. Dan kan ik misschien eindelijk een Robland installeren. Ik denk dat ik me dan ga aanscheffen. Dus dat is een beetje. Dat wringt een beetje bij mij, YouTube. Zo dat ik dat nu even wat moet verwaarlozen. Ik hoop dat jullie mij niet gaan verlaten daarvoor. Want er komt zeker nog meer en ik blijf dit ook doen. Ik kan er zeker niet mee stoppen. Ik zou dat veel te erg vinden. Dit is veel te leuk. Dat zien jullie soms niet, maar ik. Ik kan hier met hetgeen waar ik hier ligt te lullen, soms gigantisch hard huilen. Gigantisch hard lachen met mijn eigen. Ik wil waarschijnlijk ook met mij, maar dat zijn dan de dingen die ik laat zien, dus dat valt nog mee. Ik weet niet, hebben jullie mijn lijmklimrekje gezien? Heel leuk dingetje om te maken. Snel en gemakkelijk. Direct gesorteerd. Ik heb dat met. Dat ding van Bosch gedaan dat ik had gekregen, een Advanced Cut 50. Fantastisch toestel. Ik ben er nog altijd redelijk van overtuigd dat hem bij mij gaat blijven. En anders kan ik hem weggeven. Misschien bij 500 abonnees of zo. Dus dan neem ik nog even tijd. En dan kan ik misschien nog sparen voor een extra tool of 2, 3. Dat ik eventueel kan weggeven dat ik in het verleden gekregen heb of ergens gewonnen of dergelijke. Dat ga ik nog bekijken. Maar er zijn wat belangen nog niet. Nog iets zinnigs te vertellen? Ja, dus verhuizen. Maar dan ga ik deze kanaal ook waarschijnlijk zo wat upgraden naar een. Ja, een echt doe-het-zelf kanaal. Hè. Dan zal ik misschien eens laten zien hoe ik een deur ga plaatsen of dat de manier is waarop dat echt moet. Dan mag de vakman beslissen. Maar dan laat ik dat zien hoe dat ik dat doe. Hè. Of eens wel laminaat leggen, wat gyproc ook even smeren. Een chauffage aansluiten. Zo van die dingen ga ik dan allemaal laten zien. Hè. Dus in dat opzicht is het wel spannend voor mij ook. Ik ben er nu ook al een beetje mee bezig om projecten te schrijven, een beetje te regisseren. Van dan kunnen we dat of dat doen. Dat is raar, maar daar ben ik al mee bezig. Dus in dat opzicht is dat wel positief voor jullie, denk ik. Toch naar mijn werkhuis, jongen. 3, 4 keer zo groot. Damn. Ik mag het niet dromen, echt. Gewoon zalig zijn. Ik heb een PayPal-link geïnstalleerd op mijn YouTube-pagina. Dat je mij altijd een beetje kunt steunen. Dat moet niet, dat is helemaal geen verplichting of zo. Maar dat is altijd welkom. En dat wordt zeer geapprecieerd. Dat is ook niet voor mijn kleines en pampers of zo. Dat is echt enkel en alleen voor het materiaal dat hier in het werkhuis zal gebruikt worden. En ook al. Of het dat aanslaagt, ja of nee, ik kan het er gewoon een jaar laten op staan. We zullen wel zien. En ik blijf gewoon filmpjes doen. Of het dat nu iets opbrengt, of het niets opbrengt. I don't give a fuck.
Maar ik geef er eigenlijk wel om. Want dat is teken dat de mensen mij toch graag bezig zien, dat ze mij willen steunen. Dus dat is een beetje verkeerd, wat ik nu juist heb gezegd. Ik geef er wel om. Ja. Maar ongeacht, ik blijf ze maken. Dat wil ik zeggen. Goed. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je bij mij blijft. En tot de volgende keer.